De huidige president van Suriname, Desi Bouterse, heeft in 1983 een ontmoeting gehad met destijds 's werelds grootste drugslord, Pablo Escobar. Dat schrijft de Nederlandse krant NRC Handelsblad vandaag. De krant baseert zich op een getuigenverklaring van Leo Lichtveld. Lichtveld was destijds, als professioneel cateraar, verantwoordelijk voor de verzorging van het diner dat in het paleis voor het Colombiaanse gezelschap van Escobar werd aangericht. Volgens hem werd Escobar met alle egar in het presidentieel paleis aan het Onafhankelijkheidsplein ontvangen. Er werden tijdens het diner in het presidentieel paleis door de Colombianen 2 koffers met tientallen miljoenen op tafel gezet, aldus Lichtveld. Volgens de krant is het voor het eerst dat een ooggetuige met naam en toenaam vertelt over een ontmoeting tussen Bouterse en Escobar. Tot nu toe waren er alleen uitgelekte Nederlandse en Braziliaanse politierapporten waarin, zonder veel details, melding werd gemaakt van bezoeken van Escobar aan Paramaribo.